Sinds vorig jaar zomer is Jan Smit voorzitter bij FC Volendam. Dit verloopt echter allemaal een beetje anders dan dat de zanger waarschijnlijk hoopte, want de club verkeert in een financiële crisis. Op dit moment is er in de boeken een verlies te zien van 1,2 miljoen euro en dit kan zelfs oplopen tot 2 miljoen euro. Dat de situatie binnen FC Volendam Jan hoog zit, werd onlangs tijdens een bijeenkomst voor supporters goed duidelijk. Jan liet zich helemaal gaan. En zei er het volgende over: Dit dorp wordt ook vergiftigd door sommige mensen vol jaloezie, domheid, ophitsing en rancune. Ze verspreiden leugens en steken lachend een dolk in hun rug. Wij zijn hier om de waarheid te vertellen. Ook werd tijdens deze avond duidelijk dat Jan afspraken heeft gemaakt binnen de club, die hem wel eens veel geld kunnen gaan kosten. FC Volendam draait verlies en dit is inmiddels al opgelopen tot 1,2 miljoen euro. Jaap Veerman, de voorzitter van de raad van commissarissen, wist zelfs te vertellen dat dit kan oplopen tot 2 miljoen euro. Dat moet wel betaald worden, is wat hij er duidelijk bij zei. Ik zeg het liever niet, maar ik sta persoonlijk garant voor een tekort van 1,2 miljoen euro om de club overeind te houden, reageerde Jan vervolgens. Het vermogen van Jan Smit werd eerder geschat op zo'n 13 miljoen euro. Maar volgens Weekblad Weekend zou dat in zijn BV een stuk lager liggen, namelijk 3,1 miljoen euro. Waarschijnlijk zal het meer zijn dan dat, want voor een optreden van een half uurtje vraagt Jan al bijna 18.000 euro. Maar hoe dan ook, 1,2 miljoen euro verlies is veel geld, ook voor Jan Smit.